try to get a. Vandaag heb ik voor jullie weer een tag video, namelijk de Winterlicious Tag. Het zijn 5 vragen over de winter. Ik heb hem gezien bij Beauty by Birgit. Ze is ook een Belgische YouTuber. Zeker even een kijkje nemen op haar kanaal, want ze maakt super leuke video's. En van haar heb ik de tag overgenomen. Laten we maar beginnen, want het zijn maar 5 vragen. Dus ja, kan ik er wat meer bij zeggen. Dus ja, let's get started. Vraag 1. Wat is je favoriete winternagellak? Het zijn er eigenlijk 2 en in de winter draag ik liefst van al donkere kleuren. Ik weet, ik heb nu best wel een zonneskleurtje op, want deze komt van de Brazil collectie van OBI. Maar ik heb hem opgedaan omdat het een donkergroene kleur is, dus vond ik het toch nog wel een beetje geschikt. En het is ook niet echt winters weer. Maar als ik echt moet kiezen, mijn favoriete winternagellak zijn deze 2 van OBI. Ze lijken misschien op elkaar, maar het zijn 2 verschillende kleuren. Deze heet Romeo en Juliet en is echt een mooie ja, bruin-roodachtige kleur. Heel erg speciaal. En deze is Cute Little Vixen, mooie rode kleur met ook heel erg mooie shimmers erin. En als je deze op hebt, neigt die soms ook naar het paarse en dat is echt heel erg speciaal. Vraag 2. Wat is je favoriete winterlipproduct? Dat zijn er ook weer 2. Als eerste deze EOS Lip Balm in de smaak of geur Pomegranate Raspberry. En dit is zo'n fijne winterse lippenbalsem. Ja, ik vind hem echt heel erg lekker. Hij maakt je lippen super zacht en ja, ik hou gewoon van EOS. En het tweede favoriete lipproduct is deze lipstick van Essence in de kleur 14 Adorable Matte. Gewoon een mooie rode kleur en ja, in de winter en ook tijdens feestdagen vind ik dat gewoon echt een geschikte kleur om te dragen. 3. Wat is je favoriete winterkledingstuk? Het is niet echt een kledingstuk, het is meer een jas of een golfje. Deze dikke, warme jas van de Apples. Deze heeft zo een kap met oortjes aan en die is gewoon echt super warm. Als ik alleen deze aandoe, is het even warm als dat ik mijn winterjas draag. Hij is super schattig. Hij heeft er ook zo gaatjes aan de handen, zeg maar, dat je er je duim kan doorsteken. Hij is echt heel erg warm. En weet je wat? Ik zal hem even aandoen. Dit is hem en hij is echt super warm, staat heel erg schattig en dan met die kap met die oortjes eraan. Ik heb mijn duim ook even in de mouwen gedaan, dat jullie het kunnen zien. En ik zal hem de hele video nog aanlaten, want het zijn toch nog maar 2 vragen. Dus ja, laten we verder gaan met vraag 4. Wat is je favoriete wintergeurkaars? Ik heb nog maar 2 geurkaarsen gehad, omdat ik er in het begin niet echt iets mee had, zeg maar. Maar als ik echt moet kiezen, is het toch deze blauwe. Ik heb hem al lang niet meer aangestoken, want hij is nog steeds even ver als in de kerstvakantie, geloof ik. En dit is zo'n lekkere, frisse geur. Ik weet niet hoe dat die ruikt, want eerst stond er een sticker op, maar die heb ik er afgehaald. Dus ik weet de geur niet meer. Maar hij is echt super lekker en deze komt van het kruidvat. Dus wil je die ook, kan je hem even gaan halen. En vraag 5 en de laatste vraag. Wat is je favoriete winterdrankje? Dat is een warme chocomel in de zetel zitten en een filmpje kijken. Dat vind ik zo gezellig. Dat, oh, ik vind het echt heel erg lekker. En dan ga je denken, ja, met een lekkere toef slagroom. Dit klinkt misschien heel erg raar, maar ik lust geen slagroom. Ik vind het echt heel erg vies. Ja, ik heb het eens 1 keer geproefd en ik vind het zo romig. Ja, slagroom. Maar ik vind het echt niet lekker, dus ik doe nergens slagroom op. Dus ook niet op mijn warme chocomel. Dus ik houd gewoon mijn simpele, ja, warme chocomel voor de tv met een deken. En oh, ik kan daar zo intens van genieten. Dat is echt wel mijn favoriete winterdrankje. En zo, dit was de Winterlicious Tag. Iedereen mag hem overnemen die deze video bekijkt als je zelf een YouTube-kanaal hebt. Vond je deze tag leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!